Aflevering Dreven Dichter. Vandaag welkom Nicol en Hugo. Neem rustig plaats. Nicol, we gaan bij de ladies beginnen. Hè. De ladies first hebben ze altijd. Jullie hebben wel iets speciaals gedaan voor het Rode Kruis natuurlijk. Jullie hadden een speciale opdracht. Wij hadden een opdracht van tijdens de maand augustus 4000 nieuwe bloeddonoren te vinden. Dat is een hele uitdaging op één maand tijd 4000 bloeddonoren vinden. Hoe zijn jullie daar aan begonnen? Wel, we zijn aan de ronde heel begin in augustus. Eerst en vooral hadden we heel veel optredens. En tijdens de optredens hebben we elke keer een vijftal minuten ingepland in onze show. Waar we de mensen gevraagd hebben van alsjeblieft, als je kunt, ga bloed geven. Want dat is zo belangrijk. Er gebeuren alle dagen verkeersongelukken. Er zijn alle dagen mensen die bloed nodig hebben. En daarom hebben we gezegd van alsjeblieft, ga naar een van de standen van het Rode Kruis. En alsjeblieft, ga hier aanmelden als bloeddonor. En ja, blijkbaar is het gelukt. Het is gelukt, horen we al zeggen, dus dat is al een applaus waard. 4000 bloeddonoren zijn gevonden. Fantastisch, misschien staan hier een aantal voor het podium, een dikke proficiat. En die... Maar het is nog niet gedaan, hè. Volgende maand neemt Gina Lisa de fakkel van ons over. En zij moet ook 4000 nieuwe bloeddonoren vinden. En ik denk op het einde, als ik me niet vergis, moeten wij er 48.000 nieuwe bloeddonoren vinden. Maar wij stoppen niet in augustus, wij blijven een heel jaar verder doen en hopen dat we ook nog, zelf als gaan de mensen naar onze collega's, dat maakt ons niets uit, we gaan er een heel jaar voor. En het is zoals heel bekende Vlamingen, dus per maand, mee aan die kaktrekken om die bloeddonoren te vinden. Wie waren het eerste showbiz-koppel? Er wordt gekeken naar allerlei mensen van allerlei slagorde. En zij het Gina Lisa. Wel, Gina Lisa is de dame in kwestie en de heer in kwestie, die mede vakken van jeugd zal overnemen, zit hier op het podium. Kerstvest, minister van Onderwijs en van Jeugd en van Gelijke Kansen Wet en van Brussel. Pascal Zwet, zie dat zitten om samen met Gina Lisa op stap te gaan en om mensen te smeken om bloeddonor te worden. Ja, we zullen hier zitten. Ja. Uiteraard, we hebben 185.000 leerkrachten, we hebben miljoenen ouders. Dus met andere woorden, eigenlijk moeten we meer dan 4000 nieuwe donoren kunnen vinden in deze maand. Dan moeten we toch proberen. En op zijn minst 4000 zou goed zijn, maar eigenlijk moeten we toch. En die sterk zal zeggen, ah, oh, stoefen! Ja. Maar dus, je denkt dat het moet lukken. Dus je gaat de leerkrachten aanspreken. Op welke manier ga je op de straat op? Ja, we beginnen straks van het nieuwe schooljaar op 1 september. Dat betekent dat heel wat ouders naar school komen. Heel wat leerkrachten opnieuw starten. Ik kan ook uiteraard heel veel televisie komen om de school aan in te rijden als je het niet. Beginnen met die baas. Ja, ik zie dat je een heel mooi badge hebt. Ik ben een held. En dan ook het teken van het Rode Kruis. Ga je dat ook op de tv, Tobel? Absoluut. Dus de bedoeling is ook groot van de mensen van het Rode Kruis. En telkens die boodschap op televisie te brengen. Alleen ze eerst op de tv. Op de tv, een journaal of een talkshow. Maandag. Maandag, dinsdag en woensdag. Dus elke dag. De laatste show onder andere? Onder andere de laatste show, ja. Mensen, we gaan kijken. Het is een uitdaging. Een deal is een deal. En ik denk dat een woord is van de politicus komt. Dus we gaan kijken of dat op het. En we gaan ook luisteren naar die oproep natuurlijk. Absoluut. Een drukke tijd, 1 september, dus de schoolpoorten gaan weer open. Is de bedoeling ook om mensen te motiveren om te zeggen van EHBO-cursussen volgen en zo? Ja, absoluut. Dus sowieso al in de eindtermijn bij voorzieningen ontwikkeling zullen de scholen wat kinderen weten hoe belangrijk het is om bloed te geven, hoe omgaan, ook voor alles. Want bloed geven is eigenlijk leven geven. En je weet dat onze scholen, die bereiden de hele samenleving voor. We zijn bezig met de toekomst van onze kinderen, maar af en toe hebben mensen bloed nodig. Vandaar dat het zo belangrijk is dat van kleins af aan die jonge gasten weten hoe belangrijk het is. Dus ook het alles aanboden om effectief bloed te gaan geven. Hebben jullie nog een goede raad gegeven voor de minister? Goh, nee. Ik zou echt niet weten welke raad wij aan hem moeten geven. Maar ik zou er toch wel even bij willen vertellen dat wij zijn begonnen de maand augustus. En maand augustus was niet zo evident, want er waren heel veel Vlamingen, heel veel Belgen waren nog op reis. Dus het was voor ons eigenlijk ietsje moeilijker dan voor de minister en voor Gina Lisa om die 4000 mensen te gaan bereiken. En wij, dames en heren, in deze slechte maand van augustus hebben wij de 4128 gevonden. Schitterend. Maar jullie gaan nog altijd in elkaar staan, want achter de stemmen hebben we net verteld.
dat jullie ook samen gaan borrelen rond Brussel en dat je de borrel ook de mensen samen zult aanspreken. Absoluut, op 6 september zitten wij in Dielbeek en daar wordt gezegd van zijn, wij gaan daar heel veel reclame maken voor bloed geven te lezen. Perfect. We nodigen jullie even uit om daar in een stoeltje te gaan staan, samen met de minister. Want jullie hebben als allereerste natuurlijk de spits moeten afbijten om een beetje te gaan beter bij de mensen. En dat wordt niet zomaar vergeten bij het Rode Kruis. Want Karin is hier, de directeur die verantwoordelijk is voor het bloed bij het Rode Kruis, laten we maar zeggen. En het heeft een mooi aandenken mee. Ja, we zijn als Rode Kruis bijzonder blij dat die eerste maand waarvan 4000 euro zo'n persoon succes geworden is. En vandaar dat we toch iets willen aanbieden aan jullie, Nico en Hugo, als dank vanuit het Rode Kruis voor jullie steun van afgelopen maand. Maar het komt gemaakt worden van de reden dat de mensen van u iets hier zijn. We gaan ook eens kijken. Kom, klop, hoe komt er dan bij? Kijk eens waar we woont. Voilà, ons mensorkest. Oh, ontzettend mooi. Kijk eens aan, van de applaus. Proficiat. En ik hoor dat de aanwezige journalisten ook vragen of die zich even willen omdraaien en of die onbeleefd naar het publiek doen. Maar we gaan ons even omdraaien en komen jullie mee op de foto. En die ballon die hier staan, die mogen nog niet erop in, want zodanig wordt er een signaaltje gegeven. Ofwel in Oostende worden er exact 4128 ballonnen omhoog gelaten. En jullie mogen met z'n allen even zwaaien, hoor ik hier van de journalisten. Zwaai maar met z'n allen even. En dan komen jullie samen op de foto met Nico en Hugo en de minister en de mensen van het Rode Kruis. Want uiteindelijk is het niet dat hier vandaag aanwezig is. Jullie doen het uiteindelijk. En jullie zorgen ervoor dat er bloed wordt gegeven en dat er bloedonderhouden zijn. Dus van harte gefeliciteerd, een dikke proficiat. Blijf maar even zwaaien voor jullie de fotograaf roepen. Dan komen jullie allemaal op. Breekt de lampen zoals het heet. En dan zijn we zo leeg aanwezig in Noord-Noord, dankjewel. En dan denk ik dat we met z'n allen tot 3 keer tellen en dat we dan die ballonnen die hier vooraan al aanwezig zijn, zullen losporten op diverse locaties in Oostende. Tellen jullie mee tot 3 naar halen. En 1, 2, 3. En daar gaan ze, de ballon. Die gaan terug in. En die gaan allerlei richtingen uit. Even oppassen natuurlijk voor het vliegverkeer in Oostende. Trouwens, het ziet hoe dit komt, dus het komt straks nog overgebroken en verbroken. En zullen we nog even, zoals in het tv-tijd komt, Wikipedia, straks vanaf 1 uur op het tijdstand ook een kleine demonstratie geven. Meneer de minister, hartelijk dank voor uw hulp. Staat u nog goed? Hartelijk dank om tot hier te komen vanuit Brussel. Dankjewel, Nico en Hugo. Dankjewel aan alle mensen van het Rode Kruis. En wij zijn nu klaar om er een flinke lap op te geven.